Welkom op Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Goedemiddag. Vandaag zaterdag 20 april 2019 zenden we live uit van op de Paasheppening. Terwijl in heel wat dorpen en steden de klokken chocolade aanvoeren, zorgen in Reti heksen voor een regen aan eieren. Dadelijk trekken peuters en kleuters gewapend met een mandje het Prinsenpark in. En Adrie Verstijnen heeft trots een toelichting, want de paascheppening won onlangs de Cultuurprijs. Goedemiddag, ik ben Adrie Verstijnen, de voorzitter van de VTR-Reti. En VTR, VTR staat voor Vrijwilligers, Toerisme-Reti. Wij stammen eigenlijk uit de voormalige VVV. Wij zijn nu op het derde jaar. Dat wij met onze vrijwilligersgroep de Paashepping, zoals die zich vandaag voor gaat doen, gaan presenteren. Die is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het is een gratis Paasevent. Wij gokken dat wij er normaliteit tussen 150 en 200 kinderen mogen verwachten. Vooraf hebben wij het parcours uitgezet. Wij hebben een dubbel circuit van anderhalve kilometer. Waarbij op elk circuit twee hexelinen verscholen zitten. Hexelinen is de naam van het vertelboek van Anne-Melis, een schrijfster, vermaard en die is ook van Reti. Die heeft ons geïnspireerd om met dit thema deze act te gaan uitvoeren. Begeleid door onze Paashaas, die verkleed en gesminkt is, gaan de kindjes. Onder, met begeleid door een bel en vergezeld van de coach in groepjes van 25 op toer op zoek naar hekselien, al zingend, al roepend. Eens ze die eerste hekselien gevonden hebben, begint zij met de kinderen eigenlijk op sleeptouw te nemen, letterlijk en figuurlijk, met een actje, met een verhaaltje, met een dansje, met een liedje. Waarbij ze zoveel mogelijk de kinderen laat participeren in de happening. En als happy end van haar verhaal tovert zij de paaseitjes uit de lucht. Vervolgens gaan de kinderen opnieuw vergezeld van onze paashazen naar die tweede hekselin op zoek. En die gaat in dezelfde trant een ander verhaaltje, een andere act, een ander liedje presenteren, waarbij dat ze de hun wandelcircuitje afsluiten. Met op het einde wanneer ze terug aan de vertrekplaats komen, waar ze nog een gratis een paasij en chocomelk kunnen bekomen. De kinderen worden ook nog bij aankomst verwelkomd door een team van grimmeurs, grime, die grimmen verzorgen aan de kinderen. En elk kindje kan zich laten schminken in een clown, in een, in een goochelaar, in een echte heks, ofzovoort. Dat ook. Verleden jaar, 2018, hebben wij ons, ons kandidatuur gesteld om de jaarlijkse cultuurprijs die de gemeente Riti uitdeelt, om daaraan deel te nemen. Wij waren daar met een aantal kandidaten om uh, genomineerd te worden voor die prijs. Wij zaten van het begin in de, in de goede reeks van de nominaties. En waarom wel? Wij hebben dus ook die, uh, die cultuurprijs Gewonnen. Dat bestond uit een mooi plakkaat. Wij hangen ook met onze vrijwilligersgroep in de ontvangsthal in Den dries, het cultuurcentrum zeg maar, van Reti. En wij hebben ook een vijftigtal euro's gekregen aan cheques die we konden besteden bij de handelaars in Reti. Dus wij waren niet weinig fier met deze trofee. En wij hopen van in diezelfde trant als verleden jaar nog verder te gaan. En wat is onze drijfveer daarbij? Dat is dat wij tijdens en na afloop van onze presentie van vandaag, dat wij zo ontroerd zijn bijna door het feit dat de kinderen, uh, wanneer we die zien met hun, hun hoe, vol, hoe voldaan dat zij zijn. En uh, wij gaan dus die ingeslagen weg verder gaan om, om die genoegdoening aan de kleinsten van onze dorp, uh, te, uh, te verlenen, te, te ons ten dienste te stellen. Ja. Wij staan hier in het Prinsenpark. Het Prinsenpark is het uh, provinciaal centrum van Antwerpen voor en met, uh, met medewerkers en met parkwachters van de provincie. Wij hebben daar een nauwe en goede contact mee en jaarlijks zijn wij hier te gast om dit Prinsenpark om te toveren in het Sprookjesbos. Het Hexelinebos noemen wij dat vandaag. En vandaag zijn wij hier bijna heer en meester in het Prinsenpark, waarbij we de attributen, het lokaal, de omgeving. en vandaag hebben we de mooie natuur en vooral het mooie weer erbij. Dus wij gaan nu twee uurtjes onze acts gaan vertonen, waarbij dan we beroep doen op vier vrijwillige hexelinen, de vertelsters die gesminkt en verkleed zijn als heks. En die wij hebben gecontacteerd, ook op vrijwillige basis, om een eigen persoonlijk uh, verhaal of act op te voeren, die dan precies past in het hele Hekseline verhaal. Ja, en dan hebben wij onze eigen vrijwilligers, die bestaan uit een Paashaas, gesminkt en verkleed met deze weer in een mooi warm tenue. En een coach die zorgt dat elke groep uh, gecoördineerd en goed bij elkaar blijft. Elke groep van kinderen is ook vergezeld nog van hun ouders en grootouders. Dus wij maken daar eigenlijk één familiale, goed lachse avontuur van voor de kinderen.